Goedenavond. Klimaatorganisatie Urgenda gaat opnieuw naar de rechtbank om de Nederlandse staat aan te klagen. Dit vanwege het klimaatbeleid. Bij ons in de studio Rosemarijn van het Einde, klimaatactiviste en theoloog. Dat klopt. Goedenavond, mevrouw van het Einde. Goedenavond. Ja, waarom opnieuw een rechtszaak van Urgenda? Ja, nou, het is ook bijna te gek voor woorden, maar de rechter heeft gezegd dat de Nederlandse overheid de uitstoot van CO2 zou moeten verminderen met 25%. Mm-hmm. Dat heeft Nederland niet gedaan. En ook niet toen het Hoge Rechtshof dat nog weer heeft bekrachtigd. Zelfs niet toen door corona de uitstoot veel lager was dan verwacht. Ja. En minder gingen rijden, minder precies, gingen... Precies, ja. Ja, toen nog is het niet gelukt. Dus blijkbaar is het nodig. Het is bijna te ongelooflijk voor woorden dat er het nodig is, ja, om dit nog een keer te doen, dat de overheid niet het oordeel van een rechter opvolgt, maar het is blijkbaar wel Ja, nou is die uitspraak in hoger beroep van 2019, twee jaar geleden. Ja. Je zou zeggen, geef de overheid even de tijd om wat maatregelen te nemen. Nou, de rechtszaak is al van veel eerder. Er was al eerder gezegd dat het vonnis uitvoerbaar was bij voorraad. Wat betekent dat er niet moet worden gewacht, maar dat al gelijk begonnen moet worden. De overheid heeft blijkbaar toch afgewacht wat latere vonnissen zouden zijn, want er zijn eigenlijk geen klimaatmaatregelen genomen. Hebben ze niks gedaan, op hun handen gezeten? Vrij weinig. Ja. Pas na het oordeel van het Hoge Rechtshof, toen het was bekrachtigd, toen zijn er een aantal dingen doorgevoerd, volgens mij zoals naar 100 op de snelweg. Mm. Maar mondjesmaat en dus te weinig, ondanks alle coronamaatregelen. Ja. En wat wil Urgenda nu met deze nieuwe rechtszaak? Ja, die hoopt af te dwingen dat nu de Nederlandse overheid de zorg voor haar burgers wel serieus neemt en doet wat nodig is. Ja. Ja. Maar stel dat ze winnen, meneer Rutte heeft wel wat anders aan zijn hoofd op dit moment. Nou ja, hij zou niet iets anders aan zijn hoofd moeten hebben. Hij zou de Nederlandse burgers als prioriteit moeten hebben. De gezondheid van ons allemaal. Ja. Want dit is in uw ogen probleem nummer 1 waar we mee te maken hebben? Als Nederland, Europa, wereld misschien wel? Ja, ja, het is gek, want het wordt soms geframed als links thema. Ja. Terwijl dit geldt voor iedereen, dit geldt ook voor bedrijven, dit geldt ook voor individuele burgers. Er is net een IPCC-rapport gelekt wat niet een zonnige toekomst schetst, wat zeer zorgelijk is. Op dit moment zijn er veranderingen aan het aankomen die we niet kunnen omkeren, zoals het smelten van de poolkappen. Als wij over 50 jaar terugkijken, dan zitten we met onze handen in het haar. Dan denken we, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is er gebeurd? Ja. Ja. Toch, u maakt zich daar hard voor als klimaatactivist. Mm-hmm. Veel mensen die kijken daarnaar en denken, oh ja, dat gebeurt, maar gaan niet tot actie over. Ja, ja. Wat moet er dan tussen de oren gebeuren om dat wel te doen? Ja, ik denk dat het zo groot is en zo eng eigenlijk wat er staat te gebeuren. Ja. En dan, de wetenschap is hier heel duidelijk over, maar tegelijk zijn er partijen die hebben baat bij om te zeggen dat het wel meevalt, zoals commerciële bedrijven. Dus ik denk dat het soort van lam legt om het onder ogen te zien. Ja. En ik denk dat het belangrijkste is om je daarin te verdiepen en dat echt tot je door te laten dringen. Ja. En dan stappen te nemen op kleine schaal, op grote schaal, om iets te doen. Ja. Ja, want zo'n commercieel bedrijf, laten we er even op inzoomen, Tata Steel. Een van de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Wat moet zo'n bedrijf dan doen? Ja, verduurzamen op een of andere manier. Ja, maar dat is heel makkelijk gezegd. Ja, dat is zeker heel makkelijk gezegd. Nou, er zijn bedrijven zoals in Scandinavië die dit al wel doen, ook staalbedrijven. Alleen er moet meer druk vanuit de overheid komen. Het is een illusie dat bedrijven uit zichzelf allemaal zullen denken, wij gaan verduurzamen. Ja. Op dit moment geeft de overheid daar onvoldoende motivatie voor eigenlijk. En geeft zelfs belastingvoordelen aan bedrijven. Zoals, zo betaalt Tata Steel, maar minder dan 200 euro per jaar aan waterbelasting. Ongeveer wat 2 huishoudens elk jaar betalen. Terwijl ze eigenlijk voor hun verbruik miljoenen zouden moeten betalen. Ja. Dus het is bizar dat de overheid zo stimuleert eigenlijk dat bedrijven op het klimaat blijven schaden. Ja. Maar als ik even aan de andere kant ga hangen, er werken duizenden mensen. Ja. Voor de werkgelegenheid in die regio van levensbelang. Mm-hmm. Ja, zo'n bedrijf zou verdwijnen of verminderen, dan kost dat werk. Ja, ik denk ook niet dat bedrijven hoeven te verdwijnen. Je moet als overheid faciliteren en de motivatie geven om te verduurzamen. Maar dat betekent helemaal niet dat er minder werk zou zijn. Dat betekent dat de kosten, de klimaatgevolgen van het product dat je maakt, dat die worden doorberekend in de prijs. Mm-hmm. En dat kan eigenlijk alleen maar goed zijn. Dan blijft het werk gewoon bestaan. De vraag naar staal zal blijven bestaan. Ja, maar dan wordt het voor ons allemaal duurder, zegt u. Nou ja, dan zal dat inderdaad duurder worden, ja. Want is dat ook een van de consequenties? Dat willen wij het klimaat redden,
dat we meer geld erin moeten steken? Nou ja, sowieso is het klimaat in die zin al niet meer te redden, omdat we al die 1,1 graden zijn opgewarmd. Ja. Die kunnen we niet meer terug. We kunnen alleen voorkomen dat het erger wordt. Daar is een grens voor gesteld, 1,5 graad. Als we daarboven gaan, dan is het echt erg. Mm-hmm. Dan komen die onomkeerbare veranderingen. Dat kost inderdaad geld, natuurlijk. Windmolens bouwen kost geld, het kost allemaal geld. Maar het is een fractie van wat het kost als we het niet doen in de toekomst. Wij kunnen het nu niet doen, maar dat betekent dat we een enorme rekening geven die niet te dragen is aan onze kinderen en kleinkinderen. Ja. Ja. U noemde net die onomkeerbare processen, de poolkappen. Ja, als die smelten, komen ze niet meer terug. Ja. Kunt u nog een paar voorbeelden geven? Ja, bijvoorbeeld permafrost. Dat is, ik ben dus zelf heel slecht in aardrijkskunde. En ik probeer me erin te verdiepen, want ik vind het belangrijk om te weten. We moeten dit allemaal eigenlijk weten. Mm. Als de permafrost ontdooit, dan komt er allemaal broeikasgassen vrij uit de grond die nu bevroren zijn. Ja. Dat is ook iets wat onomkeerbaar is. Ja. Okay, de schepping is zo gemaakt, maar als je dat... als dat weggaat, komt het niet meer terug. Nee. En ook de koraalriffen die zijn aan het afsterven. Ja, op een gegeven moment. En het is inderdaad mooi ook dat je het de schepping noemt. Wij staan daar vaak niet bij stil dat wij mensen de schepping eigenlijk aan het verstieren zijn. We hebben een soort erfzonde gecreëerd uit het verleden. Die hebben we meegekregen van onze voorouders. En het is de vraag, wat doen wij nu? Ja, mooi dat u dat zegt. Want u bent ook theoloog naast klimaatactivist. Een opmerkelijke combinatie. Ja, vind je? Ja. Ja, voor mij spreekt het compleet vanzelf. Maar... Ja. Nou, u zei net, linkse klimaatactivisten worden vaak links gestempeld. Ja, ik denk dat dat onterecht is. Ja. Dat klimaatactivisme is van alle zijden. Ik denk dat er bepaalde mensen zijn die er belang bij hebben om dat af te schilderen als soort van linkse hobby. Mm-hmm. Terwijl als het gaat om de schepping, om de aarde, dan is het gek om daar niet mee bezig te zijn. Ja. De wetenschap is zo duidelijk over hoe slecht het eraan toe is. Ja. En dat we, het IPCC-rapport zegt ook, we moeten alle zeilen bijzetten op dit moment. Ja, want het komt eind juli uit, het rapport. Ja. Er is al wat van uitgelekt. Ja. En alle alarmbellen gaan af, zeg maar, daaromtrent. Ja, absoluut. Ja. Ja. Het is beangstigend. Even nog over dat theoloog zijn van u. Zouden we als christenen dan voorop moeten lopen in het redden van het klimaat? En waarom doen we dat niet? Want... Ja, goede vraag. Ik vind zeker dat we als christenen voorop moeten lopen. Iets wat we vaak helemaal niet bij stilstaan is dat de landen die nu het meest last al hebben van klimaatverandering, die bevinden zich in het globale zuiden. De meest arme landen die zelf amper hebben bijgedragen aan klimaatverandering. Dat zijn de plekken waar nu al mensen sterven, mensen hun baan verliezen, waar oogsten mislukken, waar overstromingen zijn. En als wij het hebben over naastenliefde en we blijven maar doorgaan met de aarde vervuilen, wij verstikken letterlijk deze mensen. Mm-hmm. Wij kunnen hier als christenen niet mee doorgaan. En ja, ik denk als je naastenliefde en zorg voor de schepping serieus neemt, dan kunnen we niet anders dan op dit moment onze stem laten horen. Mm-hmm. En iets doen, waar dan ook. Doen wat je kan ook eigenlijk. Ja, het begint bij jezelf, zegt u eigenlijk. Ik denk dat het eigenlijk nu vooral bij de overheid ligt. Ik denk dat iedereen op eigen individueel gebied kan doen wat hij zou kunnen doen. Ja. Maar dat als we niet grotere maatregelen komen, als er niet regelgeving komt voor bedrijven, dan kunnen wij die opwarming niet beperken tot die 1,5 graad. De stap is aan de overheid. Ja. 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 U ziet bij die overheid voor de deur, letterlijk. Ja. Een klimaatwaken houdt u sinds 19 april. Ja, dat klopt. Ziet u Rutte wel eens? Af en toe komt hij langs. Ja. U zit voor het katshuis, voor de duidelijkheid. Ja, dat klopt. En dan reageert hij dan? Hij zegt, hallo, goeiedag, succes. Ja. En dan lacht hij heel joviaal. Oké. Zit u daar 24 uur per dag of... We zitten daar overdag van 8 tot 8. En 's nachts is de waken online. En er kunnen hele gewone burgers die doen mee. Iedereen kan zich inschrijven en deelnemen. Ja. Ja. En wat wilt u daarmee bereiken? Dat die overheid daar toch meer oog voor krijgt? Wat wij willen bereiken is dat de klimaat- en ecologische crisis wordt behandeld als een crisis. Mm. Wat je ziet bij de coronacrisis is dat eerst zeiden mensen, ach, het is toch maar een griepje. Toen kwam de overheid, die heeft het heel serieus genomen. Die heeft gezegd, oké, wat gebeurt er als we niks doen? We moeten zorgen dat de IC-capaciteit goed blijft. Die heeft rigoureuze maatregelen getroffen, waarvan we nu achteraf niet kunnen voorstellen. Zeg maar, van tevoren hadden we niet kunnen voorstellen dat die genomen zouden kunnen worden. En het was toch mogelijk. Het was niet dat we ons lieten leiden door, het zou economisch schadelijk kunnen zijn. En ook het geld wat erin gepompt werd. Het was wat nodig was. Ja. Ja. En dat hebben we gedaan. Daar hebben we ook geen spijt van. En de burger is goed voorgelicht ook over de ernst van de crisis. Mm. Nou, deze dingen gebeuren allemaal niet bij de klimaatcrisis. Er wordt gelijk gezegd, de economie en de burger wordt niet goed voorgelicht. Nou ja, dat is wat wij willen dat verandert. U zegt eigenlijk na de coronacrisis nu de klimaatcrisis te lijf gaan met z'n allen. Ja, het is daarvoor al een beetje laat, maar laten we het dan in elk geval nu doen. Ja. Okay. Ja. Dank voor dit gesprek, Rosa Marijn van het Einde. Klimaatactivist en theoloog. Ja.